Nou jongens, je ziet het. Ik ben bij de vulkaan en bij de vulkaan zijn twee dino's. En die dino's, die hebben eieren. Maar die eieren liggen in een nestje tussen hun in. Ik heb hier nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 eieren. Maar de dino's willen alle twee evenveel eieren. Dus ik moet ze eerlijk gaan verdelen. Dat betekent, als ik 1 ei naar deze dino doe, moet er ook 1 ei naar deze. Ik heb nog eitjes over, dus ik ga weer verder. Nog een ei naar deze dino. En nog een ei naar die dino. Het klopt nog steeds. Ik heb nog over en ik kan nog steeds eerlijk verdelen. 1 ei naar die dino, 1 ei naar die dino. Dus als ik 6 eieren heb en ik moet ze eerlijk verdelen, krijgt deze dino er 3 en deze dino krijgt er 3. Alle twee evenveel. Oké, ik ga het nog een keertje laten zien. Ik heb nu 1, 2, 3 eieren. Ik ga ze weer eerlijk verdelen. Ze willen alle twee evenveel. 1 ei kan naar deze dino. 1 ei kan naar die dino. Ze hebben er alle twee 1. Ik heb er nu nog maar 1 over. Kan ik die nog eerlijk verdelen? Nee. Dus deze gaat naar niemand. Dus als je 3 eitjes hebt, krijgt 1 dino 1 ei. De andere dino krijgt er ook 1. En deze blijft over. Ik ga het nog 1 keer laten zien. Nu heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik ga het eerlijk verdelen. 1 naar die, dan ook 1 naar die. Ik heb nog genoeg over, dus ik kan nog een keer. 1 naar die en 1 naar die. Ze hebben er alle twee al 2. Nog 1 en nog 1. Hé, het kan nog een keer. 1 naar die en 1 naar die. Dus, als ik 8 eitjes heb, krijgt deze dino er 4 en die dino krijgt er ook 4. Nou, straks met het werkblad, veel plezier!